Nederlandse coronadebakel. En dan heb ik nog tot slot een kort woord over de Indische en de Molukse kwestie. En dat komt nog uit mijn oude portefeuille oorlogsgetroffenen. Dat zit onder de staatssecretaris. Kijk, allerlei partijen maken zich hier in de Kamer druk over Afghanen, Turken, Marokkanen, Eritreërs, gaan zo maar door. Maar de Indische en Molukse Nederlanders hebben voor ons gevochten en we hebben een ereschuld naar deze mensen en die is nog niet ingelost. De staatssecretaris kent de dossiers en ik zou hem dan ook willen vragen of er niet toch nog iets mogelijk is om deze ereschuld op een fatsoenlijke manier in te lossen.